Hallo, mijn naam is Martin van Bax Music en wat ik vandaag heb meegenomen is een vrij recente editie aan de Antelope Audio-familie. We hebben het hier over de Antelope Audio Zen Go. Wat is de Antelope Audio Zen Go? Nou, het is een zeer compacte bus-powered interface. Bus-powered betekent dat je deze zonder externe stroomtoevoer, gewoon vanuit je laptop bijvoorbeeld of een andere USB-bron uh, uh, kunt voeden. Uh, dit maakt hem heel heel veelzijdig en ook heel makkelijk in transport en mee te nemen. Als je op graag op locatie geluid opneemt en je wilt de kwaliteit hebben die je gewend bent van een topmerk zoals Antelope Audio, is de ZenGo een heel goede optie. Eigenlijk zoals bij alle Antelope Audio producten kan je rekenen op 192 kilohertz, 24 bit audio. Eigenlijk een beetje het hogere eind van het spectrum wat je Sample rate en je biddiepte betreft. Je wil natuurlijk daar het meeste uithalen. We hebben op deze interface twee inputs zitten. Uh, dit zijn gecombineerde TRS-XLR inputs en deze worden gepowerd door discrete Ultra Linear uh, volversterkers. Deze volversterkers hebben 65 decibel aan gain die je kunt toepassen en deze hebben gigantisch veel headroom. 127 decibel aan headroom op deze uh, volversterkers. Dus je kunt alle kanten op met de Zengo van Entelope Audio. Daarbuiten, design fantastisch. Heel simpel, heel overzichtelijk. We hebben aan de achterkant nog een paar dingen waar we zo direct op terug gaan komen. Maar we hebben gewoon een grote draaiknop, drie knoppen om de functies op het scherm hier te kunnen bedienen. Aan de achterkant hebben we natuurlijk de twee uh, ultra-linear uh, discreet pre-amps, we hebben een monitor uit. Uh, Twee opties daarvoor. Uh, we kunnen SPDIF gaan, of in ieder geval uh, RCA-aansluiting uh, kunnen we doen, of we kunnen TRS-aansluiting doen. En vervolgens hebben we ook nog een SPDIF uh, in- en uit. Dus je zou deze kaart eventueel ook nog via die wijze kunnen uitbreiden. En daarnaast hebben we niet één, maar twee USB-C connectoren. Uh, we krijgen het trouwens, ik zal er even bij pakken. Ook USB-C-kabel natuurlijk bijgeleverd zodat je deze kunt aansluiten. Uh, maar je kan dus ook doorlussen vanuit deze interface. Al met al. Het is wat je van Antelope Audio gewend bent. Je krijgt de software erbij natuurlijk. Je krijgt natuurlijk effecten erbij. Um, de meeste mensen die Antelope Audio uh, kennen, die kijken hier niet meer van op. Nou, dan zijn we bijna klaar met wat er eigenlijk allemaal op deze interface zit. Uh, natuurlijk hebben we aan de voorkant ook nog twee headphone-outs. natuurlijk. Maar we hebben er twee in dit geval. Eén, uh, dat is natuurlijk. Twee, uh, dat is heel mooi meegenomen. En je hebt aparte game control op beide outputs. Uh, Antelope Audio kennen hem. Hoogwaardige output. Uh, dus je kan heel veel vermogen uit deze uh, hoofdtelefoonversterkers halen. Uh, dat gezegd hebben, kijk, die dingen waar je bij Antelope Audio eigenlijk niet meer van opkijkt, is de, de hoogwaardige effecten, de DSP-effecten die worden meegeleverd. Uiteraard zit hier ook een DSP-chip in, maar ook een FPGA-chip. Uh, lang verhaal kort. Uh, het zorgt ervoor dat je eigenlijk latency-vrij uh, je effecten door kunt sturen naar je hoofdtelefoon, maar ook naar je DAW bijvoorbeeld. Dus wil je opnemen met een beetje compressie, wil je opnemen met een beetje reverb. Je hebt 37 uh, ook gemoddelde uh, effecten hierin zitten en die zijn gebaseerd op de, de sterren van vroeger, de compressors van vroeger uh, waar eigenlijk ieder, uh, iedere plaat uh, in die tijd op uh, gebouwd was effecten die eigenlijk nagenoeg perfect in de buurt komen van het origineel. Um, het zit allemaal ingebouwd, het is allemaal heel overzichtelijk. De software krijg je er natuurlijk bij. En um, 37 effect is heel wat creativiteit die je kunt loslaten met eigenlijk de aankoop van een instapprijsmodel van Antelope Audio. Alles samengevat is dit de ZENGO van Antelope Audio, een compacte bus powered interface. Neem hem mee op prijs. Als je ergens uh, gaat waar muzikanten zijn of uh, dat je zegt van hey, ik wil een change of scenery. Het enige wat je hoeft mee te nemen is uh, natuurlijk iets van een microfoon of instrument. Uh, deze zijn natuurlijk ook Hi-Z trouwens, dus je kan ook uh, instrumenten gewoon direct opnemen. Neem je mee op reis samen met je laptop en je kan waar je dan ook gaat of staat opnames maken. Mocht je een beetje in een afgeleven gebouw zijn, uh, een oude loods bijvoorbeeld die helemaal leeg is, maar het heeft de mooiste reverb. Uh, je hoeft geen, geen, geen generator weg te zetten, alleen je laptopje is goed genoeg. Ja, ik, ik ben persoonlijk heel erg onder de indruk van uh, deze interface. Natuurlijk ook nog een bijkomstigheid is uh, de klokking waar Antelope Audio om bekend staat. 64-bit AFC of uh, Acoustically Focused Klokking, moest ik heel even over nadenken, uh, voorkomt eigenlijk alle digitale artefacts die je krijgt bij slechte klokking. Um, deze klokking is second to none. Antelope Audio natuurlijk het bedrijf die een atoomklok in audiogear stak, gewoon puur voor de kwaliteit. Um, wil je meer informatie over de Entelope Audio, ZenGo of andere entelope Audio producten die je om me heen ziet staan? Kijk gerust op de website van Bugs Music. Kijk ook verder op ons YouTube kanaal. Abonneer als je meer van deze video's wilt zien. En ja... Uh, yeah. Dan rest mij alleen nog maar om te zeggen dat mijn naam Martin is, Box Music en graag zie ik de volgende keer terug bij een nieuw video.